Ona Kareel, we zijn hier vandaag in Tubeke. De tweede vriendschappelijke match van de U19 stond op het programma tegen Ierland. Hoe is dat gelopen, deze twee wedstrijden? We hebben goed gewerkt naar de wedstrijden toe. De eerste wedstrijd hebben we 4-3 gespeeld. Dat ging wel goed. Goede intensiteit, wel jammer van het verlies. Ja. Dan de tweede wedstrijd hebben we in 3-5-2 gespeeld. Ook op het trend en uiteindelijk ook een goede wedstrijd geleverd, vind ik. Alleen de tweede helft zat er gewoon wat door qua vermoeidheid. Maar we hebben wel nog gelijkstand kunnen houden. Dus ik denk dat dat wel nog een goed resultaat is. Ja, vandaag hier, jullie komen op voorsprong. Jij maakt de goal. Was niet simpel en die goal, denk ik? Nee, inderdaad. Ik zag rechts van mij Fleur lopen. En ik dacht van ja, ik ga hem vragen en ik tik hem door. Ik dacht, ik ga hem nog een keer mee tikken. Ja. Uiteindelijk kom ik dicht bij het doel en maak ik goed af. Ja, en dan met die U19. Je was vorig jaar al bij die U17 in Zweden. Hoe is dat meegevallen, die eindronde, die ervaring? Ja, dat was wel echt een heel leuke ervaring. Jammer dat we niet verder hebben kunnen raken. Dat we bijvoorbeeld ook geen goaltje hebben kunnen maken en zo. Maar ik denk dat het wel een heel leuke ervaring was voor iedereen. En ik ben wel heel blij dat ik dat heb kunnen meemaken. En daar ook mijn minuten heb kunnen maken. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Ja, en dan nu met de U19. Jullie spelen denk ik eind deze maand, begin volgende maand in Spanje. Met een toernooi tegen Spanje onder andere. Moeilijke tegenstander. Ja. IJsland en Noord-Ierland, ja. Als ik het goed voor heb. Ja. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik zie er ook wel heel hard naar op. Ik denk dat we daar ook proberen ons beste resultaat te gaan leveren. En goed daar naartoe gaan werken. Met deze stage ook daarbij geleverd. Dus ik denk dat we daar wel goed naartoe gaan werken. En hopelijk ook een goed resultaat kunnen leveren. En dan heb je nog, jij speelt bij je club YLA. Ja. Je bent afkomstig van Tielt. Ja. Bij club YLA, je hebt al bij de belofte gespeeld. Je hebt ook al een paar keer nu bij de eerste ploeg gespeeld. Mm-hmm. Hoe loopt het daar allemaal? Goed, ik ben blij dat ik ook al dit seizoen bij de eerste ploeg heb kunnen starten. Ook al twee keer nu, denk ik. En daar mijn minuten heb mogen maken. En voor de rest werk ik gewoon goed op training. En dan zie ik wel of er een selectie is of niet. En of dat ik speel. Dus ik blijf daar altijd goed werken. En dan hoop ik daar altijd wel mijn minuutjes te mogen maken. Ja, oké. Okay. En Inka Grings is jullie coach. Ja. Eenvoudig, denk ik. Want een goede speelster geweest. Niet geen makkelijke coach, denk ik ook. Hè? Nee, het is wel wennen. Omdat het ook een Duitsstalige is. Maar dat lukt voorlopig wel nog goed. Het is in het Engels en ik versta ook goed Engels, denk ik, van mijn ploeg wel. Het was gewoon wel wennen en zo, omdat een nieuwe coach is en ze speelt ook het is een beetje anders dan vorig jaar. Maar ik denk dat we wel terug goed op weg zijn nu. Oké, ik dank je. Ik wens je veel succes voor de toekomst.